Hoi, vandaag in dit filmpje ga ik jullie deze leuke techniek laten zien. Dit heb ik gemaakt met striping tape. Ik heb al eens eerder een filmpje gemaakt over striping tape, maar nu ga ik het op een hele andere manier gebruiken. Je kunt deze nail art namaken met de kleurtjes die jij wil en die jij in je stash hebt. Je hoeft dus zeker niet de producten te gebruiken die ik heb. Ik vind het een hele leuke nail art en ik hoop dat jullie deze techniek nog niet kennen. En ik wens jullie veel plezier bij het kijken. Om te beginnen heb ik mijn nagels gelakt met dit holografisch nagellakje van China Glaze. Dit is al een ouder lakje wat helaas niet meer gemaakt wordt. Het komt uit de OMG collectie en hij heet Tonight. En het is een mooi, ja, een beetje een blauw paasachtig holografisch lakje. En hiervan heb ik 2 laagjes aangebracht en heb ik helemaal goed laten drogen. Voor de nail art heb je nodig striping tape. Dat is van dat hele dunne tape, zeg maar, voor op je nagels. Als je dit niet hebt, kun je ook plakband in dunne reepjes knippen. En verder gebruik ik een ander kleurtje wat goed bij de ondergrond past. En ik heb gekozen voor dit lakje van Catrice in de kleur 890 How I Met Your Mother. En dit is een lakje uit de Brushed Metal Effect collectie. Dus die geeft een beetje een matachtige finish. Maar met een glossy topcoat kun je dat altijd veranderen. Van de striping tape ga ik nu een stukje afknippen. En dat ga ik op mijn nagel aanbrengen. Zo. En dit ga ik zo over mijn nagel dan aanbrengen. Ik laat het uitlopen bij mijn hand, zeg maar, bij mijn vinger. En ook aan de andere kant laat ik het een klein stukje overlopen. En dan knip ik het af. Zo. En dit kan ik nog een keertje aanbrengen. Ik ga werken vanuit dezelfde hoek. Dus die breng ik zo aan. En zo ga ik verder. Wanneer je al je nagels hebt volgeplakt met tape, ik heb dus elke keer hetzelfde patroontje gemaakt, maar dat hoeft niet, dan duw je de tape nog eventjes goed aan en vooral hier langs de zijkant. Want straks ga je daar nagellak over aanbrengen en ja, als het niet goed dicht zit, dan kruipt de nagellak daaronder. Ik ga straks een laagje nagellak hier overheen aanbrengen. En vervolgens ga ik, terwijl dat de lak nog nat is, ga ik weer één voor één de stukjes striping tape weghalen. Waar je er dan om moet denken is dat ik heb deze als eerste aangebracht. Dat ik bij het verwijderen deze als eerste weghaal. Zodat je niet een hele klont in één keer meetrekt. En ik haal dat los met een pincet. Dus dan ga ik gewoon hier zo en dan haal ik ze voorzichtig los. En dan verwijder ik ze. Ik ga dat nagel voor nagel doen. En ik heb deze hand nog eventjes leeg gelaten. Want het werkt niet echt handig met al die frutseltjes aan je nagels. Dus eventjes goed aanduwen. En het lakje aanbrengen. Zo. En dan ga ik ze nu één voor één heel voorzichtig loshalen. En dan krijg je dat mooie sterpatroon wat we erin hebben gemaakt met de striping tape. Dat krijg je er dan in. Waar je dus om moet denken is als je nagellak onderste laag nagellak nog niet helemaal droog is, dan trek je dat nu mee. Dus dan zie je dat direct, want dan trek je dus het holo wat eronder zit, trek je dan mee. Dat is echt heel erg zonde. Dus zorg ervoor dat die laag echt helemaal goed droog is. En dan is dit het resultaat.
En dan zijn dit al mijn nagels. Ik heb aan mijn linkerhand heb ik de, ja, de strepen zeg maar de andere kant op, zodat ze helemaal in spiegelbeeld zijn. Je kunt je nagels zo laten, dan heeft het een beetje een mat effect van het Catrice lakje. Maar ik ga er nog een glossy topcoat overheen aanbrengen. En dat is de Multicare Basin Topcoat van Revlon. Ik breng de topcoat aan, ook omdat dan... omdat het een glossy finish wordt, maar dan zie je de lijnen ook niet meer. Want anders zie je toch nog wel een beetje hoogteverschil tussen de strepen en het donkere. En nu is dat helemaal opgelost. En na het aanbrengen van een shiny topcoat zijn dit uiteindelijk mijn nagels geworden. Hartstikke leuk en eigenlijk ook best wel makkelijk. Het enige, het duurt een tijdje voordat je helemaal klaar bent, maar dan heb je ook wel wat. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doen jullie de duimpjes allemaal omhoog. En ik hoop dat jullie hem na gaan maken en dat je je foto's laat zien op mijn Facebookpagina. En heel erg bedankt voor het kijken. Doeg!